En dan het laatste debat van vanavond. Dat is de PVV die in debat gaat met de ChristenUnie. En dit is de stelling die wordt ingebracht door de PVV. De islam vormt de grootste bedreiging voor Nederland. Geert Wilders en Gert-Jan Segers, kom naar voren. Heren, het laatste debat van vanavond. Meneer Wilders, u mag hem kort toelichten om te beginnen. Ja, dit is waar het eigenlijk allemaal om gaat. Het laatste debat voor de verkiezingen. En ja, ik vind dat dit het thema is waar het eigenlijk in Nederland en eigenlijk wereldwijd om draait. En ik moet u eerlijk bekennen, meneer Tripp, misschien niet heel leuk voor het debat, maar ik heb hem niet gekozen om de verschillen op te zoeken met de heer Segers. Ik had hem met iedereen gekozen, omdat dit gewoon is waar het op dit moment om draait. Je kan in een land een economische crisis hebben. Dat is heel belangrijk. En met goed internationaal of nationaal beleid los je dat op. Maar dit is een existentieel probleem. Dit is het voortbestaan van Nederland. Als we dit probleem niet durven benoemen. Dit is ook een hele gevaarlijke stelling. Als je dit zegt op televisie, dan loop je gevaar. Dan heb je een probleem. Dan kan je voor de rechter worden gedaagd. Dan ontstaan er heel veel problemen. Dus ik vind dit zo existentieel dat de toekomst van ons land, van het Vrije Westen, op het spel staat, dat ik dat had geagendeerd. En dat is niet disrespectvol naar de heer Segers bedoeld, wie daar ook had gestaan. Islam en vrijheid gaat niet samen. Islam zet de identiteit, nog veel meer, het bestaan van wie we zijn, op het spel. En daarom moet er hier, kort voor de stembussen open gaan, over worden gepraat. Oké, we gaan eens kijken wat de ChristenUnie daarvan vindt, meneer Segers. Ik wil vaststellen dat u alle vrijheid heeft om dit te zeggen op nationale televisie. En dat is de exacte vrijheid waar ik trots op ben en die ik heel graag wil verdedigen. Er zijn legitieme bezwaren en zorgen over de islam. De strijd tegen het jihadisme is een strijd op leven en dood. En we hebben geen andere optie dan die te winnen. Maar die strijd moeten wij doen met trots. Trots op onze vrijheid. En dat doe je niet. Je kunt nooit een rechtsstaat verdedigen door die rechtsstaat af te schaffen. En je kunt nooit vrijheid verdedigen door die vrijheid in te perken. En daar ben ik bij u bang voor. Meneer Wilders. Nou ja, weet u, het is denk ik veel erger nog. Ik denk dat als je de islam de ruimte geeft, als je politiek correct blijft denken en zegt van ho, ho, dat kan niet, want onze rechtsstaat, dat wij met onze politieke correctheid onze rechtsstaat om zeep laten helpen. En dat is mijn stellige overtuiging. Dat als wij niet de islam aanpakken, dat de rechtsstaat verdwijnt. En waarom? Omdat de islam en vrijheid, de islam en democratie niet samengaan. We zien dat ja, eigenlijk in ieder land in de wereld waar de islam al dominant is. Je ziet een totaal gebrek aan vrijheid. Je ziet een grote vorm van geweld en onderdrukking. Of je nou christen bent of jood, of je nou een afvallige bent of een kritische journalist. Dus ik denk dat als wij ons weerbaar opstellen, als wij zeggen we moeten de islam aanpakken, dat we dan onze rechtsstaat, onze democratie niet verzwakken, maar juist versterken. En daar is lef voor nodig. Daarvoor moet je een trap over durven te gaan. Als we dat niet doen, als we politiek... Kijk, de mensen die, niet alle mensen die de islam aanhangen, maar de islam zelf hanteert andere regels dan wij. Speelt niet mee met onze spelregels. Dus als wij aan de ene kant ons aan de spelregels houden en de islam doet dat niet, dan betekent dat dat we op het einde van de dag, meneer Segers, alles kwijt zijn waar we maar voor staan. Meneer Segers, gaat u daar niet bang voor zijn? Ja, dat wil ik niet. Ik zou een voorbeeld kunnen noemen uit Egypte, waar ik toevallig 7 jaar heb gewoond. Laat ik dat niet doen. Laat ik naar Turkije kijken. Ik wil naar Turkije kijken. Een land waar we nu aan de lijve zien wat er gebeurt. We zien, u gruwt van wat Erdogan doet. Ik gruw van wat Erdogan doet. En wat doet hij? Hij valt rechters aan. Hij valt het parlement aan. Hij wil de rechten van het parlement inperken. En hij valt de vrije journalistiek aan. Wij kunnen ons nooit verlagen, wij kunnen het ons nooit permitteren om in de strijd voor vrijheid, vrijheid in te perken. Voor de rechtsstaat in te perken. En mijn aanmoediging aan u is, doe niet hetzelfde. Kijk, we zullen het wel moeten doen. En we zullen het om de volgende reden moeten doen. Omdat iedereen het probleem ontkent. Ik heb het al eerder in debatten gezegd. Als u kijkt naar de moslims in Nederland, en dat is onderzocht, dan dat zijn er ongeveer 1 miljoen. Daarvan zegt 70%, 700.000 moslims in Nederland vandaag vinden dat religieuze regels, zoals daar dat verschrikkelijke boek de Koran, waar moord en doodslag, waar antisemitisme, waar alles in staat, voor afvalligen, voor, nou noem maar op, dat die regels belangrijker zijn dan de wetten die u en ik maken, de seculiere wetten. Dat zijn 700.000 mensen. En
Daar weer een zevende van, 100.000 mensen, dat heeft de Universiteit van Amsterdam onderzocht, zijn bereid in Nederland. In Nederland vinden het gerechtvaardigd, moet ik zeggen, om in Nederland in de naam van de islam geweld te plegen. Dat zijn aantallen, meneer Segers. Die 100.000, dat is 2 keer de omvang van het Nederlandse leger. Dus dan kunnen we wel zeggen van ja, blijf af van de rechtsstaat. Ik wil ook niets liever, maar ik wil die rechtsstaat verdedigen. En als wij die rechtsstaat niet verdedigen en de islam zijn gang laten gaan, dan worden wij dat Egypte. Meneer Segers. Dan worden wij dat Iran. En dat moeten we zien te voorkomen. Meneer Segers. Meneer Wilders, wij moeten deze strijd winnen daar waar het gaat om het jihadisme. Daar waar er legitieme zorgen zijn van een onvrijheid in naam van de islam of welke overtuiging dan ook. Maar hoe denkt u die strijd te kunnen gaan winnen met een Koranverbod? Hoe denkt u die strijd te kunnen gaan winnen door Nederland af te grendelen met prikkeldraad, met versperringen? Dat kan niet. Dus dat zijn niet de middelen die we moeten inzetten. Wij moeten een leger hebben dat kan strijden. U heeft er 1 miljard op bezuinigd. Wij moeten een veiligheidsdienst hebben met tanden. Die kan aanpakken. Die kan onze vijanden aanpakken. Dat is de strijd die we moeten voeren. En niet de inperking van vrijheid, niet de inperking van de rechtsstaat. Kijk, om te beginnen willen wij 1 miljard extra niet bezuinigen. We willen 1 miljard extra voor defensie. Maar alleen kom je dat niet mee. En ik zeg u, meneer Segers, en dat is misschien het enige echte politieke punt wat ik dan tegen uw partij heb. Ik begrijp niet dat uw partij zich niet meer verzet tegen de islamisering. Want de christenen, net zoals in het Midden-Oosten, zullen ook hier met de Joden en anderen het eerste slachtoffer zijn van die islamisering. In ieder land waar de islam actief is en dominant is, zie je van uw Egypte, waar de koptekerken worden opgeblazen, tot in Syrië, tot waar dan ook, dat dit soort zaken gebeuren. En daar moeten we ons tegen verzetten. Dat moeten we niet accepteren. En uw partij gaat iedere keer met links mee. U bent, in tegenstelling tot de SGP, uw mannenbroeders van de SGP, bent u een partij die met de SP en met GroenLinks steeds meegaat voor de volgende generaal, pardon, voor nog meer asielzoekers waar ook terroristen tussen zitten. U importeert die islam alleen maar meer. En ik snap dat niet. Ik zou graag willen dat ook u een bondgenoot zou worden om de christenen te beschermen, ook in Nederland. Meneer Segers, en dat doet u niet. U zorgt dat de grenzen meer open gaan. Vrijheid geef je, maar vrijheid verdedig je ook en daar heb je middelen voor nodig. Dat doet u niet. Maar ik verdedig ook een christelijke cultuur. En weet u wat het hart van die christelijke cultuur is? Dat is Jezus zelf. Die zei naastenliefde, barmhartigheid. Dat heeft ertoe geleid dat in het verleden, toen de Joden vervolgd werden in Portugal, ze hier een veilig heenkomen konden zoeken. Dat toen de Hugenoten vervolgd werden in Frankrijk, dat ze hier een veilig heenkomen konden zoeken. Zeker. En toen de Bosniërs onder vuur lagen in Sarajevo, dat ze hier een veilig heenkomen konden zoeken. Ja, dat is de christelijke cultuur waar ik trots op ben. Maar u weet toch beter dan ik dat Jezus in de islam niet bestaat. In de islam heb je Mohammed. Mohammed was een warlord, zoals dat heet, een krijgsheer. Was een pedofiel, was iemand die Joden in bossen onthoofde. Was iemand die van zijn Mekka en Medina-tijd zeer agressief was. Is tot op de dag van vandaag, in tegenstelling tot Jezus, een inspiratie van mensen. Samen met Allah. U weet dat vorig jaar met al die aanslagen in Duitsland en heel Europa, ze riepen allemaal Allahu Akbar voordat ze priesters in Parijs de keel doorsneden. Dat is de islam. Ik hoef u toch niet te vertellen dat Mohammed geen Jezus is. En als wij ons daar niet tegen verweren, als we de islam niet durven te zien voor wat het is, en dat is niet alleen jihad, het is de islam zelf die ervoor zorgt, als we correct weg blijven kijken, dat we dadelijk als Nederland en als Vrije Westen niet meer bestaan. En dat mogen we nooit tolereren. Meneer Segers, u krijgt het laatste woord. U hoeft mij als christen niet te overtuigen van de waarheid en de waarde van het evangelie. Daar geloof ik in, daar geloof ik heilig in. Maar als vrijheid, als je dat lief is, als je dat ontvangt, als je daarvan geniet, als dat iets moois is, dan geef je ook vrijheid aan anderen. Ook als ze jouw geloofsovertuiging niet delen. En dat is een vrijheid die zo sterk is, die veel sterker is dan welke dwang en welke dreiging dan ook. En die vrijheid verdedig ik. Punt. Dank u.